We gaan een voorrechtje maken, een artisjok. Van de artisjok gaan we de artisjokbodem gebruiken. En we gaan die opvullen met roze garnaal en dressing, met verse kruiden en zo. Echt een zomerse specialiteit. We gaan eerst beginnen met onze artisjok. We hebben die gekookt. Op een ander filmpje kan je zien hoe je deze moet koken en bereiden. We gaan nu de blaadjes eraf halen en we gaan uiteindelijk alleen maar de bodem overhouden. We hebben hier binnenin een kern zitten. En als je dat volledig opnoet, krijg je precies het gevoel dat je een soort van hooi ziet. En wat heel gemakkelijk te verwijden, kun je een lepel nemen. Aan de zijkant gaan we die lichtjes openduwen en we gaan voorzichtig met de lepel eronder. En we hebben in één keer alles mee wat we niet kunnen gebruiken om op te eten. In de bodem gaan we een klein beetje bijwerken, zoals ze dat zeggen. We gaan die zijkant en de onderkant mooi afsnijden, want het stuk van de stengel dat meegekookt is, is ook niet eetbaar. Hier hebben we onze tweede artisjok, die we dus op dezelfde wijze gaan plukken. We hebben dus onze twee artisjokbodems en één daarvan ga ik een beetje bijwerken. Het oog wil ook wat. Voilà. Deze bodem ga ik in blokjes snijden, dat we niet tot in de perfectie zijn, want we gaan dat zo dadelijk mengen met ons kruiden en onze mayonaise en specerijen. En dan gaan we daar een fijne puree van maken. Voor het gemak gebruik je daar een keukenrobotje voor. Heb je dat niet, dan kun je dat een kommetje doen met een staafmixer, dat gaat ook. We beginnen ook onze kruiden te hakken en onze peterselie. Zo, een beetje bieslook. En nu gaan we daar onze mayonaise aan toevoegen. Onze mosterd, dat is voor een beetje de pit erin te krijgen. Pepermolen bij doen. Laat dan een keer goed mixen. En nu nemen we onze roze garnaal erbij. Dan gaan we daar een beetje puree van artisjok en groene kruiden bij doen. En alles goed gemengd, ziet er mooi smeuïg uit. We gaan verder ons bordje afwerken. We gaan eerst een beetje rucola op ons bord leggen als garnituur. En we leggen daar onze artisjokbodem op. En nu gaan we daar een mooie portie van onze menging roze garnalen opleggen. En we gaan dan een beetje afwerken met een paar kervoplutsels. Dat is nu een keer een bereiding met artisjok op een andere manier. Dat is een heel lekker gerechtje. Laat het eens maken.